Oh mensen, ik ben helemaal kapot van. Het is sowieso best wel een paar flinke heuveltjes op, maar ook... Goedemorgen, het is vrijdag. Ik ben een pakje bekerversier aan het klaarmaken. Want ik mag zo weer naar school. En ik hoop dat het goed weer blijft vandaag. Want ze wilde heel graag een keer fietsen naar zwemles. Maar dat is best wel ver. Ze fietst sinds 2-3 maanden of zo echt zelfstandig. Dus ik had zoiets dat kan. Maar nu zijn de scholen natuurlijk een uur eerder uit. Dus we hebben er tijd voor. En mijn broertje kan ook. Dus als het lekker weer blijft, gaan we dat doen. En gaat die ook mee. Wauw. Wat een coole outfit. Ik had net echt geen idee wat ik wilde gaan halen. Maar het is gelukt. Marco wilde gaan klussen zondag. Maar dan is het vaderdag. Maar ja, dan had hij tijd. En dan vond het niet erg. Dus ik heb allemaal dingetjes gehaald van barbecue. Dingen hebben toch nog wel even wat. En... oh ja. Vanmorgen heb ik ook eten. Ik zat opeens te denken, wat had ik nou vanmorgen? Maar ik heb wel eten vanmorgen ook. En Kitty komt of vanavond of morgen. Maar ik weet nog niet wanneer. Dus ik kan dat schrijven. Ik vind dat zo apart. Er zit iemand alleen in een auto. Echt helemaal alleen met een mondkapje op. Je bent alleen. Ze hadden wel niks over mogen zeggen, maar toch, je bent alleen. Waarom? Eindelijk weer thuis. En ik heb het echt heel vaak, als ik dan boodschappen heb gedaan, dan ben ik zo buiten adem met fietsen, omdat het zo zwaar aan mijn stuur hangt. Terwijl als ik normaal fiets, ben ik helemaal niet zo buiten adem. Echt even goed lucht krijgen. Even de boodschappen opruimen. Wat ik wel vaak doe... Als de boodschappen dat toelaten, is dan doe ik één tas met alle koelkast en vriezer dingen, zeg maar. En een andere tas met de andere dingen. Want dan kan je gewoon eerst deze pakken. En ik heb kersen. En dit is dus allemaal gekoeld. Dan kan ik dat allemaal in één keer inleggen. En dat vind ik altijd wel zo makkelijk. Wat vlees. Ik ga even gooien. Barbecue zover ik weet, maar met z'n drieën natuurlijk. En dan deze hier. Ik wil echt zo'n hele mega grote koelkast eigenlijk. Waar echt gewoon voor 200 man kan. Dat vind ik echt geweldig. Zo. Zo, en dan alleen nog een paar dingetjes in de vriezer. En dan is het allemaal weer gelukt. Ik heb net echt een uur met opa zitten bellen. Het is altijd wel even gezellig, even bijkletsen. Nu even snel een appeltje eten, want ik heb best wel honger. En ik moet echt proberen om snoepen tot een minimum te beperken. Want dat heb ik echt wel te veel gedaan. Meer dan ik eigenlijk het liefst zou willen toegeven. Ik ben echt benieuwd. We zouden natuurlijk gaan fietsen vandaag naar Zwemmen. Heb ik dat verteld? Weet ik niet meer. En het is heel de tijd stralend. En de weersverwachtingen zagen er goed uit. Maar dan even kijken. Zouden we over anderhalf uur hier moeten vertrekken. Maar het betrekt nu aardig buiten. Dus ik moet zo even de weerberichten goed gaan bekijken. Want... in de regen zie ik het niet zitten. Het is voor het eerst dat we zo'n stuk dan gaan fietsen. Mijn broertje gaat dan mee, want ik vind het echt doodeng om dat in mijn eentje met Sarah te gaan doen. Zeker zo'n stuk en in druk verkeer. Maar in de regen ten eerste hebben we geen zin om door de regen te gaan fietsen. Want dan zijn we echt zeker een uur door de regen aan het fietsen. En ten tweede, als het een beetje flink regent, bedoel je ziet gewoon veel minder. En
Het is gladder. Nou, voor een meisje dat net 3 maandjes überhaupt zelfstandig kan fietsen. En dan voor het eerst zo'n grote rit in, ja, dat je toch wel veel verkeer tegenkomt. Ook al is ze beschermd door 2. Dat vind ik ook niet echt een hele, hele goede oplossing. Dus ja, we gaan het zien. En het is heel beperkt dat we dit kunnen doen. Want haar zwemlessen staan in de zomervakantie stil. En als na de zomervakantie school weer tot 3 is, dan is er gewoon niet de tijd om op tijd dan bij het zwembad te zijn. Daar is het zwembad gewoon te ver voor. Dus het is binnen nu en 3 weken zou het dan moeten kunnen of zo. Ze heeft hierna nog 2 of 3 keer zo'n les. Ik weet het eigenlijk niet uit mijn hoofd. Stom, hè? Ik ga eens kijken. Maar dat zijn dan de enige opties om dat überhaupt te kunnen doen. Even kijken. 1, 2. Waarom doe je het niet? 3. Nog 3 zwemlessen hierna. Dat eventueel een optie zou zijn. En dan is zwemles voorbij voor dit jaar. En als volgende schooljaar 3 uur is, wat ik al zei, dan kan het dus niet meer. Dus ja, het gaat 1 van deze 4 weken worden, of niet. Dus het wordt even spannend. Ja, of ze moet een keer een studiedag hebben. Maar we gaan het zien. En aan de ene kant zie ik het tegenop, zo ver fietsen. En aan de andere kant, gewoon voor mezelf dan. Aan de andere kant denk ik het wel even goed. Even voor mijn lichaam even wat gezonds doen. Dus we gaan het zien. En wat zegt het weerbericht? Even kijken. Samsung weerbericht zegt wel heel weinig kans op regen. Een buienradar. Die zegt tot 2:30 sowieso droog. Maar buienradar vind ik heel onbetrouwbaar. Moet ik zeggen. En Google weer. Even kijken. Wat zegt die? Ja, het zegt ook zo allemaal een beetje tussen de 7% en 2% kans op neerslag. Maar ja, dat was gisteren ook en toen kwam er ook een flinke stortbui over. Dus ik ga het nog gewoon heel even in de gaten houden. We zouden over 1,5 uur weg moeten, dus dan moet ik het een kwartiertje daarvoor ongeveer uiterlijk weten om het mijn broertje te laten weten, want anders komt hij natuurlijk voor niks. En ik eet mijn appel en dan ga ik even snel zeggen de zwemtas klaarzetten. Dat is wel handig. Anders vergeten we die dadelijk. Dan zijn we erheen gefietst. Heb ik geen spullen bij me. En wat heb ik trouwens vandaag aan? Een shirtje met Victorin Rolfprint. Broek Selected Femme. En Guess Sneaker Wedges die ik veel te vaak aan heb. Nou, we gaan het proberen. We zitten op de fiets. Kom. Rechts en dan met de bocht naar links. Okay. Rechts. Niet de brug. Als je een brugje over moet of zo, zeggen we het. Nu moet je gewoon het pad volgen, mop. En dan naar links. En dit pad is pas helemaal vernieuwd, dus dit fietst goed nu. Ik vind het echt wel spannend. We hebben nu een stuk nog zonder verkeer, maar we hebben dadelijk stukjes met verkeer. En aan het einde van het pad, Sarah, is een oversteekpunt. En dan wil ik dat je echt even stopt en kijkt. Jij kan nog niet goed genoeg kijken om die beslissing fietsen te maken. Ze rijden daar soms echt heel hard. Nee, weet je? Ja, dragonflies volgens mij. Goed hoor, mop. Goed blijf fietsen. Ja, je bent de heuvel opgefietst. Super goed, schat. Klein beetje sneller, anders val je van de dijk af. Oh, mensen, ik ben helemaal kapot van. Het is sowieso best wel een paar flinke heuveltjes op, maar ook gewoon dat opletten en opeens remmen en dan weer vaart maken. Het is zwaarder fietsen dan normaal.
Maar we zijn er, we zijn op tijd. En ik had voor de grote heuvel gerekend dat we die misschien op moesten lopen. Dat kost veel meer tijd, maar dat hoeft niet. Want Oor kon Sarah, zeg maar het stukje wat ze niet redden, naar boven duwen. Waardoor ze maar voor de helft hoefde te fietsen. Dus we zijn echt ruim op tijd. En ik zit hier nu op de trap met al Sarah's spullen. En Sarah en Orlando die zijn Pokémon aan het vangen. En allemaal dat soort dingen aan het doen. Nou, je kan je jas ook hier erbij leggen. Ik blijf zitten tot we naar de deur moeten. Ik heb het nu nog niet warm dus. Nee, gelukkig. Nou, ik heb het heel warm van het fietsen. Echt. Daarom hou ik me ook niet aan tijdens het fietsen. Net, dat laatste stukje. En toen ging ze natuurlijk naar beneden. En toen opeens ze maakte een noodstop met de rem. Maar ik zat dus achter haar. Dus ik rende, maar jij hebt het helemaal niet meegekregen. Jij was iets voor haar. Nou, ik slipte gewoon, hè. Ik ging bijna. Je hoorde echt mijn wand helemaal aan de achterkant. Maar het ging godzijdank goed. Het scheelde niet veel. Dus, maar ja, anders was ik op haar terechtgekomen. Daardoor die slip. Maar ik... Het was wel even een hartverzakking. We zijn samen nu mijn rondje aan het doen. En ik heb snoepjes gehaald. En ik heb nog meer snoepjes gehaald voor vaderdag van Marco. Maar deze zijn voor ons. Oh, het was best leuk. Dat fietsen. Maar echt spaghetti benen van hier tot Tokio. Het was echt wel een lang stuk. Zeker met Sarah. En we hadden ook wel hele steile stukken. En Orlando heeft ze dan wel geholpen. Met naast het fietsen en een beetje mee te duwen in de rug. Maar ik erachter en dan gaat tempo sneller en langzamer. En dan moet je weer bijzetten op een heuvel. En ben gesloopt. Niet normaal. Echt. Ik kan amper nog op mijn benen staan. Het is gewoon echt niet goed. Ik ben echt heel blij dat Marco gekoken. Die is ook moe, maar die kan op zijn benen staan. Ik zak er gewoon bijna doorheen. Het is gewoon dat je dan je spieren anders gebruikt of zo dan normaal. Ik fiets wel veel. Maar het fietste anders. En echt. Oh. Lekker geluidje op de achtergrond. Wij zijn film aan het kijken. The Green Mile. Mark vindt dat heel leuk om in beeld te komen. Zo, hallo kijkers. En ik ga ondertussen wel even aan de edit. Want het is wel een film die ik denk al 30 keer heb gezien. Oh, en Bas was hier net ook. Dus we zaten wel even alle drie om in de film. Maar je weet natuurlijk alles wat er al gaat gebeuren. Maar het blijft een goede film. Ik heb lekker kerstjes. Marco is ook naar bed. En ik heb echt trouwens nog steeds spaghettibenen. Echt, het is niet normaal. Maar ik ging net kijken. Ik heb ook echt wel heel veel stappen gelopen. Ik heb het net niet gehaald. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel gefietst. Ik heb toch zeg maar bijna 5900 stappen. Dus, en dat met zeker een uur fietsen, vind ik niet dat ik het heel erg slecht gedaan heb. Alleen, ik ben er wel echt, echt kapot van. Maar goed, het is wel op zich heel erg goed voor de conditie. Zeg maar, goed tegen de coronakilo's, maar dit gaan we niet elke dag doen. Word ik gek, ik ga nog even thee zetten. Oh, echt erg. Ik zat helemaal te knikkenbollen tijdens mijn thee. Dus ik ga snel opruimen en naar me een beetje toe. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Maak je me heel blij mee. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!